baby, maar heeft je al lang door. Verstoppert, verstoppert. Het is zo ernstig dat we niet weten of hij het gaat overleven. Ik hou er niet van als je liegt, hè? Ik heb net gepoept en geplast in de bosjes. In de blauwe brief staat dus dat ik een boete moet betalen van 3.838 euro. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. We gaan er weer een superleuke week van maken. En vandaag heb ik helaas niks gedaan. Het is nu ondertussen ook al bijna 6 uur volgens mij. Ik weet het eigenlijk heel eerlijk gezegd niet. Maar ik ben vanochtend naar de sportschool geweest. En daar heb ik 650 calorieën verbrand. It was good. Pissie trots. Maar vandaag heb ik niet heel veel op de planning staan. Filip komt later en dan gaan we niks doen. Serie kijken, Jane the Virgin. That's the shit. Maar wat ik nu ga doen is ik ga een klein beetje nog mijn kamer opruimen. Een beetje desinfecteren. Want er zijn dus van die kleine beestjes in mijn kamer. En ze komen de hele tijd terug, maar ze gaan niet weg. Ik dacht dus in eerste instantie dat het door de bomen kwam. Want je kan daar zeg maar zo, daar zijn allemaal bomen. En ik dacht dus dat die beestjes van de bomen afkwamen. Maar ik denk het niet, want ik heb al die tijd mijn raam dicht gedaan. Omdat ik dus zo bang was voor die beestjes. Maar ze komen gewoon terug. Ze zijn nu wel een beetje weg, want ik heb de meeste heb ik al weggehaald. Maar soms gaan ze vanaf dit raam, gaan ze gewoon zo door naar hier. En gisteren waren er zoveel dat ze gewoon hier waren. Ze waren gewoon bij mijn bed. Dat is echt kapot vies eigenlijk. Dus ik probeer er nu achter te komen wat voor beestjes het zijn. Veel mensen denken dus dat het vlooien zijn of luizen of bedwansen. Of ik heb echt de gekste dingen gezien. Want ik heb het dus via Instagram gevraagd wat het nou precies is. Maar dat is het dus niet. En ik heb nog niet echt het idee dat ik erachter ben gekomen wat het precies is. Dus misschien tegen de tijd kom ik erachter. Wat is dit? Oké, we gaan dus varkenshazen eten. En aardappel. En... ik ben met Filip en Filip heeft dus een heel document gemaakt over waar we naartoe kunnen gaan op vakantie met elkaar. Het wordt trouwens wel gewoon in Nederland, maar hij heeft gewoon een heel document gemaakt. Ja, ik wil er niet sloppy overkomen. Sloppy. Dit is toch goed georganiseerd? Kijk, je hebt linkjes, kan je kijken om foto's te zien. Ja, oké. Ik heb zelfs video hotel gedaan en dingen die raar klinken, heb ik allemaal linkjes bijgezet. Bijvoorbeeld, massage van een shiatsu stoel. Wat is dat? Oh, laten we drukken op de Bitly link. Wat is shiatsu? Goedemorgen. Ik ben bezig met mijn to-do-listje. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou in eerste instantie naar de sportschool gaan. Maar ik voel me echt heel erg moe. Want ik ben maandag en dinsdag al naar de sportschool geweest. En heb ik 650 calorieën verbrand. Dus dat was best wel heftig. Maar ik ga morgen gewoon weer. En overmorgen ook. Dus één rustdag, dat hoort er gewoon bij. Dat moet. Dat moet gewoon om je spieren te laten rusten. Maar dit staat er dus allemaal op mijn to-do-list. Zoals jullie kunnen zien. Ik heb het eerste al gedaan, het tweede heb ik ook al gedaan en de derde, vierde en vijfde moet ik nog doen. Alleen die afval Q&A op Instagram, ik weet niet hoe laat, ik denk dat het pas later wordt. Want het is nu 9:50, dus dat ga ik denk ik later doen. Ik ben dus echt al de hele ochtend bezig geweest met opnames en het is nu ook ondertussen al 1:01 en ik moet om een half uurtje ongeveer moet ik Juna uit gaan laten en dan ga ik door naar Faisal. Ik heb zojuist mijn plant weggehaald ondertussen, dat heb ik jullie deze laten zien. Maar het kwam gewoon omdat die beestjes waar ik het op Instagram over had, die kwamen dus waarschijnlijk op die plant af of ze kwamen uit die plant. I don't know, I don't care, ik heb de plant weggegooid. Ik vind het super jammer, want ik vond de plant ook echt super cute en leuk in mijn kamer staan. Maar helaas, als er beestjes op afkomen, dan heb ik het liever niet. Ik heb trouwens ook een Spotify playlist. En daar heb ik al mijn leuke muziek in staan, wat ik allemaal luister en zo. Dus als jullie nou benieuwd zijn naar mijn muzieksmaak, kunnen jullie me eventjes volgen op mijn Spotify playlist. Link in bio. Ik ben aangekleed en ik heb mijn half om half jas aan. Ik heb een zwarte korte spijkerbroek aan. En daaronder heb ik deze laarsjes van Guts & Gusto aan. Ik ga nu in ieder geval richting Amsterdam-Noord. Want ik ga nu naar het Hollywood Café. En daar ga ik Faisal meet. En daar gaan we dus eten testen. Maar dat zien jullie allemaal wel in de bruine YouTubers
video. We gaan het namelijk allemaal vloggen hoe het allemaal is en de behind the scenes en zo en et cetera. Het wordt gewoon een super eerlijke video. Ook ga ik er een TikTok over maken, dus als jullie het willen zien, moeten jullie me eventjes volgen op TikTok. En de bruine YouTubes natuurlijk ook eventjes volgen op YouTube. Ik ben nu op dit moment met Faisal en we gaan nu naar dus die Hollywood Café. En ik heb wel honger en ik weet wat ik moet bestellen van wat ik lekker vind. En dat zijn de shrimps. Die waren echt heel erg lekker, die van in Rotterdam. Maar ik weet niet of die wel echt lekker zijn hier. Mag ik even iets zeggen? Ja. Wij gingen dus hier naartoe voor deze video. En Kelly had mij niet verteld dat dit hetzelfde restaurant was als die zij heeft geëxposed voor 20 miljoen mensen op TikTok. Oh mijn god, ik ben bang. Ik heb diarree, maar ik ga nu eentje nemen, wacht. Wij zitten dus nu in het restaurant en... Die man heeft je al lang door. Verstoppert. Eten is er en het ziet er super lekker uit. Ik heb deze al geprobeerd, dus de bubblegum milkshake. En deze heb ik ook al geprobeerd, de super vers. En die is ook echt super lekker. Maar de rest zien jullie wel in de bruine YouTubers video. Dus volg ons even op YouTube. Ik kom dus zojuist van de sportschool en ik ben meteen doorgegaan naar de winkel. Ik heb breakers gekocht. Ze zijn namelijk 1 plus 1 gratis bij de Dekamarkt. Waarschijnlijk als jullie dit zien is die actie al voorbij. Maar ik heb dat gehaald en ik heb nog 1 bakje noedels gehaald. Want deze bami soep, deze vind ik echt misschien wel de beste. Het is goedkoop, het is lekker. Het is gewoon alles in één. Maar ik ga nu in ieder geval naar huis. Ik ga douchen, want ik heb zo meteen om 12:30 heb ik een call. Ik kan nog niet vertellen waar het over gaat, want het is nog niet allemaal zeker. En ik wil geen boze ogen op mezelf gooien. Dus ik ga me nu in ieder geval klaarmaken voor de call. Ik ben echt al de hele middag bezig geweest met content maken voor het ministerie van Volksgezondheid. En daar ben ik nu mee klaar. Wacht even. En wat ik nu ga doen is ik ga even Juna uitlaten. Als ik jullie zeg, ik ben zo moe. Mijn ouders zijn nu op dit moment in het ziekenhuis. Want er is iets verschrikkelijks gebeurd met een kennis van mij. En daar ga ik niet over praten in deze video. Omdat ik het toch wel een beetje nog best wel heftig is. En omdat er niet echt duidelijkheid is wat er nou precies aan de hand is. Kijk, ik weet wel wat er aan de hand is. Maar het is niet duidelijk. Het is zo ernstig dat we niet weten of hij het gaat overleven. Dus vandaar dat ik hier nog geen uitspraken over doe. Maar ik heb zojuist mijn TikTok online gezet over mijn eczeem. En dan ga ik nu Juna uitlaten. Goedemorgen, beste mensen. Het is super vroeg. Het is gewoon 6 uur ochtends. What? I know. Ik ga nu eventjes wat sinaasappelsap maken. Is het sinaasappel? Ja, het is sinaasappelsap. En wauw, als ik jullie zeg, ik hou van sinaasappelsap, hè. Maar niet met het vruchtvlees, want het vruchtvlees, dat vind ik echt vies. Jullie zullen jullie vast afvragen, waarom ben jij nou zo vroeg wakker? Nou, ik ga mijn vader naar het ziekenhuis brengen. Hij gaat namelijk geopereerd worden aan zijn schouder. En hij komt vanmiddag ook gewoon weer terug, hoor. No problemo. Maar ik kan hem niet ophalen, want dan ben ik waarschijnlijk in de gym. Of ik ben content aan het opnemen. Dus dat is niet zo handig. Dus mijn moeder gaat hem dan ophalen. En dan ga ik hem brengen. En zo verdelen we de taken. Maar goed, later ga ik ook nog naar de gym. Ik ga niet alleen. Ik ga met Filip. Filip gaat proberen om 300 calorieën te verbranden. Filip is niet per se gefocust op cardio. Maar ik wel. En Filip is meer gefocust op kracht. De TikTok die ik gisteren heb geplaatst heeft nu op dit moment 240.000 views. En wauw, ik ben jullie zo dankbaar. Wauw. Maar goed, ik ga ongeveer over een kwartiertje uit huis. Dan breng ik mijn vader en dan ga ik later naar de gym. Dat is de planning. Ik ben dus al de hele ochtend bezig geweest met verschillende dingen om te doen. Want ik moest allemaal dingen doen vanwege mijn takenlijst. En ik ben blij dat ik vroeg ben opgestaan, want ik heb best wel veel dingen af kunnen maken. Het is nu op dit moment 9:10. En ik ga nu zo meteen, tenminste, ga ik met Filip naar de gym. We gaan namelijk sporten. En het doel is om 650 calorieën te verbranden. Of het gaat lukken, I don't know. Want ik ben best wel moe. Maar maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. Filip gaat proberen om 300 calorieën te verbranden. Want natuurlijk als je in één keer 650 calorieën verbrandt, dat is best wel heftig.
En dat moet je gewoon opbouwen. Dus Filip begint gewoon met 300. Ik ga 650. En dan zien we wel hoe het allemaal loopt. Filip gaat sowieso ook meer krachttraining doen. Hey. We zijn dus nu op dit moment in de gym. We wachten op de gym. We mogen over een paar minuten. Als het goed is mogen we nu. Mogen we naar de gym. Dus let's go. Oh my god. We zijn nog niet klaar. Tenminste, ik moet nog 100 calorieën en ik denk dat jij nog krachttraining gaat doen, toch? Nee? We hebben iets van een uur lang cardio gedaan. Dat is ook wat hoor. Dan ga je geen kracht doen. Jawel. Ik zou nu nog kracht doen hoor. Wij komen nu net van de sportschool. We gaan nu naar de bakker, want we gaan een broodje halen. Woehoe, yeah. Ik ook, ik heb honger. Let's go! We zijn alweer een paar uurtjes verder en jullie zien het goed! De girl heeft make-up op! En het komt omdat ik net een TikTok heb opgenomen samen met Filip. Maar wij gaan nu in ieder geval naar Filip toe. Nee, we gaan eerst boodschappen doen, denk ik. Toch? Ja? En daarna gaan we naar Filip toe. Het weer is trouwens echt kapot slecht. Kijk even hoe hard het regent, man. Even serieus. Goedemorgen. Wij zijn nu op... Wauw, goedemorgen. Het is al middag. Wauw. Het is al middag. Het is al avond eigenlijk in principe. Want we hebben de hele middag in bed gelegen en ochtend in bed gelegen en serie gekeken. Waarom moet je naast hem rijden? Dan vind ik het eng om te volgen. Wij gaan nu in ieder geval naar een ramen noedel tent. En ik heb er super veel zin in. Want ik hou van ramen noedels. En dit is de tweede keer dat we naar zo'n tent gaan in Amsterdam, in Nederland. En... Wat zit je nou te lachen, Filip? En eerlijk gezegd was de eerste was niet zo lekker. De noedels hadden niet zoveel smaak. En Filip voelde zich zelfs ziek daarna. Maar ik hoop dat het dit keer wel lekker is. Nou, we zijn er. En onze boontjes zijn er al. En onze gyoza ook. We wachten alleen nog op onze noedels en op onze ramen. Oh my god, guys. Het is er. Kijk hoe lekker het eruit ziet. Even serieus. Ik had trouwens de spicy chicken nog wat. En Filip heeft noedels, volgens mij. Ik heb echt ramen. En spicy. Filip heeft noedels. Soepless noedels. Wat? Soepless noedels. Oké. Okay. Oké. Nou, eet smakelijk. Dank je. Filip! Oké, jongens, we hebben dus daarnet gegeten en het was super, super, super lekker. We raden het zeker aan. Het deed. Hoe heet dat? Japan Tokyo Takeichi? Tokyo Ramen Noodles. Het staat ergens in beeld. Het was in ieder geval echt, echt, echt heel erg lekker. Ja, want het was pittig en ik had gewoon door. Filip kan niet tegen pittig en hij. Hij heeft echt moeite gehad om dit op te eten. Ik hou er niet van als je liegt, hè? Wat? In mijn vlog. Wat? Wat lieg ik dan? Wat zeg je allemaal? Dat je het zogenaamd lekker hebt gevonden omdat het spicy was en zo. Nee, ik pardon. Zei... Ook al was het spicy... Ik weet niet meer wat ik zei. Zie je? Je weet niet eens wat je zegt. Wat ik bedoelde te zeggen. Oké, stil maar weer. Ook al was het spicy. Oké, stil. Het was in ieder geval super lekker. Waar zal zij vandaan komen? Vraag je zeker af. Yeah, I did that. Waar kom jij vandaan, mevrouw? Ik heb net gepoept en geplast in de bosjes. Sorry, maar ik kon het gewoon niet meer volhouden. Ik denk dat het echt komt door die ijskoffie. Die ijskoffie die we net hebben gekocht, die heeft echt gewoon iets gedaan. Dat ene kleine slokje, ik zweer het. Ik heb dus net gepoept. Ik heb er een foto van gemaakt. Wil je het zien? Nee. Wil je het zien? Ja. Het was geen harde poep. Zie je het? Ja, en ik heb ook geplast. Oké, wauw. Wij zijn weer onderweg. Want we gaan naar de bioscoop. Wow! En we gaan naar de film Candyman. Maar ja, daar gaan we dus naartoe. Woehoe, let's go. Let's motherfucking go, go. Hey. Vandaag is een nieuw begin. Om het anders te doen.
En body. En gelukkig. Mooi drankje. Oeh, lekker. Heb je proeven? Ik vind het maar lekkerder. En ook lekkerder. Wat moet ik drukken als ik het wil? Nee, ik wilde deze niet. Kijk wat voor foto's hebben genomen. A few moments later. Jongens, ik ben nummer 1. Loser. Hey. Ik heb gewoon weer. Wist je dat eerlijk? Nee, ik wist het niet. Ben je klaar om te verliezen? Blijkbaar niet. Eind, weer gewonnen. Wij zitten weer in de auto. Het is vandaag echt een luie zondag. Echt oprecht. Maar we hebben echt Jane the Virgin al uitgekeken en we zijn echt gewoon in shock. We zijn echt in shock gewoon. Het is zeker een aanrader voor de mensen die het nog niet hebben gekeken. Maar ja, ik heb geen woorden eigenlijk. Het was wel een mooi einde, dat wel. Ja, maar ik kan het niet eens zien. Filip is echt teleurgesteld. Maar wij gaan nu tenminste eventjes naar mijn huis, want ik ga nog wat dingetjes doen, de weekvlog editen en ik moet nog heel veel dingen doen. Dus dat ga ik eerst even doen en dan spreek ik jullie zo meteen wel. Het weer zit trouwens weer niet mee, jongens. Het is echt grijs en grauw en het is echt gewoon zondag weer. Het weer zit weer niet mee. Ik ben thuis en er zijn twee dingetjes van mij binnengekomen. Dit is waarschijnlijk slecht nieuws. Blauwe brief is vaak slecht nieuws. En dit is denk ik wel goed nieuws. Maar we gaan eerst beginnen met het slechte nieuws. Nee, dit had ik al verwacht. Oh. In de blauwe brief staat dus dat ik een boete moet betalen van €3.838. Je kan het zien als, tenminste, nee, ik zeg het verkeerd. Wacht, een openstaand bedrag, zie linker kolom, boete wegens niet betalen. Bladibladibla. Dit is gewoon zeg maar de BTW die ik moet betalen vanwege mijn aangifte die ik heb gedaan. En volgens mijn aangifte klopt dit bedrag wel. Alleen staat er wel dat er een boete wegens niet betalen van €111, 3% van €3.727. Dus die snap ik niet helemaal. Maar ja, ja, dit moet ik dus betalen. Leuk. Oh, ik weet al wat het is. Super cool. Ik heb dit allemaal gekregen van Maybelline. En ik ben benieuwd wat het is. Want het lijkt op een lipstift of lipstick. Maar het kan ook iets anders zijn. Oh, kijk, ja. Het is lipgloss, denk ik. Ik heb dus echt super veel kleurtjes gekregen. En hier ga ik een TikTok over maken. Dus als jullie benieuwd zijn naar de kleurtjes, check me eventjes op TikTok. En nou. Goedemorgen, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ik ga deze vlog meteen afsluiten. Want ik moet deze hele vlog nog editen en ik moet nog heel veel dingen doen. Dus vandaar dat ik hem nu afsluit. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Vergeet dus niet even te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. En laat leuke opdrachten achter in de reacties. Want misschien doe ik ze wel in mijn vlog. Dus dan zie ik jullie hopelijk snel weer met een gloednieuwe video. Doei!